Dumperdreten 86. Hoi, we zijn weer met z'n tweeën. Mensen dachten dat het uit was, maar het is niet uit. We gaan nog steeds hard. BFF. Leuk, hè? Hoi. Fucking gay. De piemel van Chris Segers. 530.000 views. Jongens, ja, jullie denken, waarom zit ik met mijn mobiel? Maar ik word zo gebeld door een lul. Door Chris Segers. Met een lul. Dat was het. Zullen wij het delen? Want anders dan heb ik maar één stukje op. Het zijn die nieuwe kandidaten van Geen Pijl, of niet? Kijk, hij zit nu te twijfelen. Zal ik het nou wel of niet gaan delen? Fuck deze shit. En aan het ene oog van die gast kun je echt wel wat teleurstelling aflezen. Het andere weet ik niet waar dat naar kijkt. Nazi. Maar goed, bij de EO vinden ze het dus grappig om gehandicapten uit te lachen. De EO wil graag gehandicapten wegzetten als egoïstische, narcistische, alleen aan zichzelf denkende taartvreters. Ja, dan kunnen die tyfus christenen zich ook goed voelen over zichzelf. Gelijk een positief begin in het nieuwe jaar. Ja, nee, maar ik heb Brimstone gezien. Oh, ja. Ja, dus jij bent echt... Jij begrijpt eindelijk waarom ik al die jaren zo fel ageerde tegen christendom. Ja. Alleen hoe ze vrouwen slaan. Dat is wel goed, joh. Ja, zit dat er goed in? Goh. Die gozer die gewoon in die 2 seconden dat hij twijfelt of hij nou wel of niet zal delen... En dan een besluit maakt. Dat is denk ik het beste acteerwerk wat ik dit jaar heb gezien. 2 reten. Dit is een beetje Skrillex, hè? Ja. Ja, nee, gewoon goed gedaan. Duurde ook precies de goede lengte. Zo, dit is precies hoe lang ik een paard in een kip en dit soort dingen gewoon nice. 4 reten. Maar ik moest denken aan die keer dat wij een roadtrip hadden en dat jij in de kamer naast mij met Nick lacht. Want dit is dus hoe het klinkt als jij klaarkomt. Ik vind het een leuk filmpje en ik vind niet dat je grapjes mag maken over gehandicapte paarden. 3 reten. Oh! Hey, kijk, we worden gebeld. We worden gebeld. Luidspreker. Hallo? Hey, Matthijs, met Chris. Hey, Chris, met Matthijs en met René. René is er ook. Hallo. Ik denk over een kwartiertje ongeveer pas. Oh, nou, dat is gezellig, joh. Dan houden we onze hand nog even uit onze broek. Dit is wel ongeveer iets wat je in de buurt komt van definitie van aandachtshoererij. Dit is de opbouw naar dat er iets gaat gebeuren en je stopt op het verkeerde moment. 3 reten. Wat had je verwacht dat hier zou gebeuren dan? Nou ja, hij had gewoon een sneeuwbal in die string moeten douwen. Gewoon, pop. Een wedgie. Of dat ze gewoon ineens keihard gaat staan bouncen, weet je wel. Enorm genieten en van die dingen, maar het is, ja. Maar waarom douwt hij geen sneeuw in die string? Of ben ik dan echt de te groep 8? Ja, maar wel een voorkant dan. Maakt niet uit. Dit filmpje heeft zoveel verspeelde potentie. Doodzonde. 1 reet. Hoe kan je zo slecht filmen? Oh, kijk. Ja, dit is leuk. Dansende mannen. Maar als je 100.000 kan inzetten, zomaar even, dan heb je sowieso in ieder geval wel genoeg poen, toch? Ik bedoel, nice. Wat een slecht filmer is dit, hè? Ja. Nee, maar je hebt alle tijd om je telefoon te draaien en je hebt alle tijd om te bedenken van waar gaat de actie gebeuren en dan toch draai je compleet weg en doe je het verkeerd. Gewoon 5 reten, want die man heeft tering veel geld gewonnen. Casino's, gruwel in Gods ogen. 3 reten. Nog 2 details die ik nog wel wil bespreken. 1, die man die zelf filmt moet zichzelf in beeld nemen, terwijl hoeft dat niet. Doen wij ook niet, weet je wel. Ik bedoel, je bent niet zo boeiend. En 2, die man heeft een bloemetjesshirt aan. Welke, de winnaar? Dus ik wil graag terugkomen op mijn 5 reten. 6 reten. Ik wil niet zeggen, maar deze heeft wel echt een gepimpte rolstoel. Ja, mooi. Deze gast is gangster, vriend. Oh, 4 uitlaten. 4 dubbele uitlaat. Nee, maar sowieso uitlaten waar dan daadwerkelijk niks uitkomt, dat is echt voor fucking gehandicapten, jongen. En ik vind het gewoon heel mooi dat deze gangster met zijn bondkraag ook inderdaad een heuptasje heeft, maar die hangt dan om zijn rolstoel heen. Oh, shit. Heel maar moet je nou aardiger zijn voor tokkies als ze in een rolstoel zitten of niet? Tokkies kan een tokkie, toch? Ja. Nee. Fucking tokkies. 1 reet. Hij kan beter driften dan ik kan lopen. Maar ja, ik kan weer beter lopen dan hij. 4 reten. Ik moet hier echt even over nadenken, hoor. Wat?
Hé, hey, maar ik zie iets met balzak, dus druk op play. Fuck zat! Maar waarom? Waarom? Nou, omdat je soms gewoon TL-buizen hebt en die moet je, daar moet je vanaf. Ik zag een piemel. Ja, ik weet echt niet waarom je dit zou doen, maar ik vind het gewoon echt briljant bedacht. Echt gewoon goed gedaan. Ja. Ja. Ook dat hij inderdaad geen onderbroekje aandoet. Dat vind ik echt fantastisch. Normaal hoor je bij dit soort stunts te zeggen, don't try this at home. Maar echt serieus, try this at home. Vier eten. Wat is dit voor bullshit? Oh shit, ze heeft geen hand. Ja, maar ik moet zeggen dat ze met de rechter stomp ook wel zeg maar ding, 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 ding. Ja, het is gewoon niet zo heel knap. Sorry. Als je hier twee vingers voor nodig hebt, ben je eigenlijk gewoon stom. Ben je wel eens op Amsterdam Centraal gewoon? Ja, dit nummer. Zijn, of niet? Ik heb het idee dat er ergens een playknop in die piano zit. Ja. Als je daarop drukt, gaat dit nummer spelen. Ja. Dan hoef je alleen nog maar te doen alsof je speelt. Ja, precies. Ik ben dit nummer zo zat en ik vind die kandelaren ook zo dom en feel good. Bagger, bah. Eén reet. Fuck you. Ja, fantastisch. Geweldig. Wat zijn jullie mooie mensen dat jullie dit waarderen. Ik vind het zo fijn. Handicaps zijn niet om uit te lachen of uit te schelden of... Ik vind het zo erg voor dat meisje dat ze gewoon nog steeds geen flatscreen tv heeft. Vier reten. Ja, ja, 13.193. En die andere, de volgende nou, ik hou me aan. 24.000. Dus de gast die het doet met zijn fucking shit op, weet je wel, met een ding. Blinddoek. Die krijgt bijna twee keer zoveel kudo's als het meisje dat daadwerkelijk echt gehandicapt is. Dus dan is eigenlijk de enige logische conclusie dat dumpertreaguurders ook een tyfushekel hebben aan gehandicapten. Zet die tering zo je nou maar af. Oh, we worden gebeld. Hallo Chris. Ja, Matthijs, de ben ik weer. Hey! Sorry, man. We gaan geen uren praten, maar René is echt heel gefascineerd door je lul. Dus die heeft wel een paar vragen. Ik probeer over 10 minuten te bellen. Dat lukt dan. Ik bel echt. Weet je wat er hier gebeurt? Zij is gewoon een shoot aan het doen voor badmode. En ze heeft ooit de beroemde film van Kate Upton gezien. En ze dacht, ze beweegt bijna exact hetzelfde. Ze ziet er ook bijna hetzelfde uit. Ze dacht, ga het gewoon nadoen. Krijg ik kudo's en punten en internetviews. En dat klopt. Hey. Ik verveel me ook wel eens tijdens shoots. En dan ga ik ook dansen. Vinden jullie dat leuk? Nee. Fucking haters. 5 reten voor het meisje. Het is een leuk meisje. Ik vermoed dat ze dikke billen heeft. En daarvoor 5 reten. Oh nee, gaat ze hem vol farten. Nee, ik denk dat dit een fetish is. Ik denk dat er mannen zijn die dit zien en dan denken... Die kwamen gewoon nu klaar. Maar dit gaat echt minuten ook zo door natuurlijk. Tuurlijk. Wordt ze hier dan ook kletsnat van, of niet? Maar serieus, zijn er nu mannen die hier van hun hand in hun broek steken? Ja, dat zou ik echt nooit doen. Ja, ik weet niet. Het heeft ook wel weer wat, weet je wel, dat ze dit toch doet voor ons. Dat is toch wel vriendelijk op zich. Het mooiste aan dit filmpje vind ik wat er linksbovenin staat. Buttcrush.com. Voor al uw filmpjes over Johnny en ik. 3 reten. Heren, 1 wijs advies van de Dumpet Crew. Don't stick your dick in crazy. 2 reten. Torbak schrijft, hoi Tim, ik ben boos. Ze hadden ons een nieuwe achtergrond beloofd bij Dumpertreten, maar deze is er nog niet. Help. Volgende maand is die er, jongens. Nee, maar er komt echt een nieuwe achtergrond. Ja, wij willen ook graag een nieuwe achtergrond, want we worden... Deze zijn we een beetje zat, ja. Om ons moverende redenen. Ja. Onze Geertruida schrijft, ha mannen, is het geen idee om elke week tijdens Dumpertreten een vervelende reaguurder te bannen. Gewoon als een soort publieke schandpaal. Zo houden we het niveau onder de reaguurders een beetje op niveau.
Vind ik echt een briljant idee. Fuck yeah, middeleeuwen. Echt een heel goed idee. De ban van de week. Ja. De ban van de week. Gewoon bam, permaban. Doopert schrijft, hopelijk neemt dat meisje ook echt contact op met Boos en gaat ze naar de Dumpert redactie toe om verhaal te halen. Komen we ook achter het bloedmysterie in dat filmpje. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat wij niet over verwijderingsverzoeken gaan. Oh ja. Dat was een goed punt van René. Wasmachine-pedo schrijft, beste Van Leeuwen en Quid. Ik heb nog een leuke suggestie voor Dumpert Retail 100. Het zou leuk zijn als jullie dan weer in een bioscoopzaal zitten samen met alle toffe gasten. Marleen, Melissa, Gwen, Shelly, Reggie, Lex, Tim Hofman, Kutmarije, Nonsli, de gasten van Rundfunk, Tom en Jannik en alle anderen. En dat al die mensen in de rij achter jullie gaan zitten en dat op de rij voor jullie er gewoon 5 dames met een mooie reet zitten die gaan staan als jullie een rating geven. Oh ja, en live statistieken van de statistiekenman. Met vriendelijke groet, wasmachine-pedo. Top plan. Ik vind dat hij voor een pedo van wasmachines gewoon best wel een aardig idee. Hij houdt van nieuwe wasmachines. Misschien gaan we gewoon dit reaguursel als idee uitvoeren. Dat is ook wel leuk. Normaal gesproken heb ik er een hekel aan, maar een gescheurde broek bij Quid bevalt mij wel, zegt echte Jap. Jij wordt een beetje een sekssymbool, hè? Is dat zo? Ja. Jongens, ik ben 35, ik heb grijs haar, 2 kinderen en een hypotheek. Hoe kun je dan een sekssymbool zijn? Dat gaan we straks aan Chris Segers vragen. Oh ja, dat is waar. Oeh, zo. Beste Quid en die rode, wanneer komt Karel de Vierde, te zaakje statistiekenreguurder, in Reten misschien leuk voor een aflevering 100? Zegt Truckertje. Ja, dat heeft godverdomme die andere gast net ook al gezet. Pleur nou eens op, man. Jeukende laagstreep Bilnaat, laagstreep 88, welkom terug. Die schrijft, aangezien ik al 2 afleveringen achter elkaar in reguurdersronde zat, dit is dus 3. Dat is gewoon knap, hè? Gewoon petje af. Hoop ik dat jullie dit verhaal ook zullen lezen. Ik had vorig jaar een Engels toets waar we ook woorden voor moesten leren, waaronder overrated. Nu was ik met mijn stomme kop volledig de vertaling vergeten, dus schreef ik het beste dat er in me opkwam, namelijk te hoog gereed, hashtag dumpertreten. Nou bleek de docent ook een reguurder en een fan van de show te zijn en gaf mij dus alle punten voor mijn antwoord. Beste docent ooit, meneer Wally. Fake news. Ik geloof er helemaal niks van. Oh, ik zat helemaal in mijn feel-good vibe. Ik dacht, wat leuk, wat een goede docent. Fijn, tof verhaal, mooi. Ik geloof dit. Ik ga dit retweeten. Rambo, dakje 2. Het valt me op dat Quid en Van Leeuwen niet meer samen presenteren. Valt me gewoon op. Ja, sta je weer goed voor lul. Zo, mooi. Rambo, dakje 2. Sokken aanhouden tijdens de seks is ideaal, kwad. Ook juist je vriendin de sokken aanhouden. Je weet toch dat warme voeten het begin is van een warm lichaam. And I quote. Een onderzoek gedaan door Gert Holstegen gaf als resultaat dat door de warmte en comfort van sokken het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor angst en onzekerheid meer ontspant en jezelf dus meer kan laten gaan tijdens de seks. Wat weer zorgt voor meer en betere orgasmes. Maar Rage Compax is dus angstig en onzeker voor de seks. Ja. Dan zou ik daar wat aan doen. En dat los je niet op met sokken aan je voet. Ik vraag me wel af of dit dan ook exponentieel waar is. Dat in de zin van als je dan 2 paar sokken en ook nog sloffen aandoet, dat je echt teringhete voeten hebt. Dat je dan echt zo knetter fucking geil wordt dat je echt de hele kamer onderspuit gewoon. Dit is de reden waarom je nooit de voeten van pornoacteurs ziet in pornofilmpjes. Beste Quid en Van Leeuwen schrijft Kloothommel 3000. Zouden jullie eens een keer de studio willen filmen? Ik vraag me nu namelijk al een tijdje af wat er achter de camera te zien is. Nou, we hebben sinds kort een nieuwe studio met nieuwe camera's. Die kunnen draaien. Nou, licht. Kijk, oh. Een bar. Een bar. Die kennen sommigen misschien nog van Maxim Live. Dat is onze, dat is Joris die ja. Waar we voor subsidie daarom mogen wij dus grapjes maken over gehandicapten. Ja, omdat we er zelf een kennen. Ja, nee, dat is Nick. Dr.P.Nissen schrijft, beste Quid, hallo Van Leeuwen. Het valt me op dat jullie sinds de start van Dumpertreten te zelfverzekerd zijn geworden. Ik mis de awkwardheid van Van Leeuwen en de geforceerde grappen van Quid. Ik heb dat nodig als reaguurder. Bedankt. Is het nou helemaal niet awkward dit? Het is jammer dat hij die hamer niet dan door die ruit laat. Er zijn wederom, het is een Nederlandse faal. In potentie zit hier nog zoveel meer in, ja, maar dat gebeurt niet. Nee. Ik vind dat jullie weer een beetje ondergepresteerd hebben, mensen uit. Waar is dit vandaan? Den Haag. Den Haag. 3 reten. Het is zeker een dag geleden dat ik zulke grote palen heb gezien. Want gisteren heb ik het filmpje van Chris Segers zitten kijken. 3 reten. Ik ga Chris echt van alles vragen over zijn lul. Ja. Ik vond hij echt een toplul had. Zo! Echt een top zwaar ook. Ja, toplul. Ja. Hey, is dat Chris? Ja, hehe. Doe je dat vaker, dat je je lul uit je broek trekt op een filmset? Nou, is dat waarom je zo vaak gevraagd wordt? Ik heb op een gegeven moment, zie ik Henry staan. En ik denk, ik haal...
ik ga naast hem staan. Hij had dus in eerste instantie niks in de gaten. En toen zag hij het. En toen schrok hij natuurlijk in eerste instantie. Maar die figuranten, die stonden daar. En die stonden een peukje te roken. En daar ging ik op een gegeven moment ook naast staan. En heel langzaam zo er tegenaan. En op een gegeven moment ook dus tegen die handen van die figuranten. Die meisjes en die jongens. Maar die schrokken zo. Dus die liepen dan weg. En die dachten van, die is gek geworden, die gozer. Er hebben nou 532.864 mensen geklikt op de titel De Piemel van Chris Segers. Krijg je daar ook niet gewoon een enorm kloppende erectie van? Van dat idee dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in jouw piemel? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nou ja, ik ook. Kom zeker een keertje langs, man. Dat is gezellig. Ja. En niet alleen om je lul te laten zien, maar gewoon ook om te ouwehoeren. Je ballen. Hey, ik zie jullie, wat is het, op de première? Ja, op de première zien we elkaar sowieso. Dit doet jou pijn, denk ik, René, als voormalig Ford K bezitter. Ja, zeker. Ik vind dat je zo niet met Ford K's omgaat, eigenlijk. Oh ja! Zo, tering. Die heeft echt de baard nog niet in zijn keel. Nee. Oh ja! Maar ik vraag me ook af wie zijn auto dit is, want hij zag er al aardig vertiefd uit. Ja. Weet je wel, dus volgens mij is het gewoon een sloopauto of zo. Oh. Maar alles gaat om de context dus, hè? Ja. Ik bedoel, was dit een auto van henzelf? Awesome? Was dit een auto van iemand anders? What the fuck? Awesome! Ga ik reten! Oh ja! Die explosie was zo groot dat het nummerbord helemaal naar binnen is geblazen. Wow! Vier reten! Oh ja! Ga eens bier halen. Goed zo. Dit is de eerste keer dat een Nederlander het voor elkaar krijgt om een Duitser iets te laten doen. En daarvoor vier reten. Ik vind een uitzending waarbij de lul van Chris Segers de rode draad is, vind ik een goede uitzending. Nou, denk ik ook, ja. Ja. Waarom heeft Chris Segers eigenlijk zijn lul laten zien? Omdat Stef en Flip dat aan hem gevraagd hebben. Oh, ja. Want die komen met een nieuwe film, Ron Gozens. Als Stef en Flip aan jou zouden vragen of je je lul wil laten zien in een film, zou je dat dan doen of niet? Ja, dat is wel een goeie. Ik zou gewoon mijn lul laten zien. Stef en Flip, bel hem. Je hebt zijn nummer. Oké. Okay. Echt, stop. Hij moest een lul in zijn broek stoppen. Hij blijft gewoon stilstaan. Twee stappen naar voren. Ja. Ja. En dan stop je lul in je broek, doe je broek dicht. Ja. En serieus, de leukste scène die ik ooit in mijn hele fucking leven heb gespeeld. Ik had er niet beter dan dit. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen weten dat wij op de première van Ron Gozens met een fucking epische livestream komen. Waarin al die lui voorbij komen. En jullie komen daar ook voorbij op de achtergrond. In de Pathé Arena, 23 januari. Koop kaartjes, wij zijn er ook. En de lul van Chris Segers is er ook. Dit is echt goede reclame, man. Ja. Ja. Hey, kom naar de live show. De lul van Chris Segers is er ook. Ik ben ook blij dat jullie allemaal nog steeds kijken op dit moment. Dat vind ik altijd het vetste. Gewoon mensen die de hele show uitkijken en die gewoon ook ons afscheid nog zien. En dan niet alvast, ze gaan een afscheid nemen en dan wegzappen. Ja. Die mensen, jongen, we houden van jullie. Zeker. En kijk de volgende week weer. Want dit was alweer Dumpert Reten 86.